onderbreekt, dan ga ik toch dat verhaal toch niet meer vertellen. Dat was het verhaal dat je inderdaad opgesteld zou worden en dat je er al in stond. Dat toen je vader Kessler gebeld heeft en zegt, haal me maar uit. Ik wil het niet hebben, lijkt me niet verstandig. Nou, stel hem maar niet op. Ja. Oude Kruij was bang. Toen komt de 17 in AZ ging spelen. Maar ik ga daar verder niet op door. Nee, maar dat is hem toch? Nee, dat verhaal was het toch? Nee. Kom, en daar is het misgegaan. Toch? Met wie? Met jou. Ik bedoel, dat heeft jou zo'n klap gegeven. Nee, het is wel waar. Dat heb je niet leuk gevonden. Je bent daar wel boos over geweest, over je vader. Ja. Later is het eruit gekomen, maar kom. Wat over de uitzending. Ja, ik wil naar huis. Waarom? Ja, ik heb jou wel... ik vond het wel leuk vanavond eigenlijk, toch? Nee, je was wat geïrriteerd. Oh, je wilt dat hier blijven staan. Ja, nee, het was toch leuk? Ja, het was hartstikke leuk. Ja, of vond je het een beetje ordinair? Nee, het was wel een beetje ordinair, maar goed, verder. Er zit ook wel voetbal in, toch? Maar ik heb nog niet helemaal van jou willen horen of kunnen horen. Denk je dat Feyenoord kampioen wordt of niet? Dat heb je niet. Letterlijk uitgesproken, ja of nee? Feyenoord wordt kampioen. Dat is zeker. Ja. Dat is voor jou zeker. Feyenoord wordt kampioen. Waar denk je dat die twijfel bij al die mensen vandaan komt? Van Hanegem lees ik vandaag weer, Johan hoor ik, René hoor ik. Nou, wat is dat? Van Hanegem onderbouwt het wel. Van, weet je, er zijn zoveel mensen die gewoon zo bang zijn dat het weer niet lukt. Dat hele Rotterdam, dat snakt ernaar. En dat, ja... 13 wedstrijden zijn het volgens mij nog. 13, en die spelers daar, die hebben natuurlijk ook iets. Wij spelen als laatste. Ajax heeft al om 1:30 gewonnen. PSV heeft... Ja, de laatste week omgekeerd, hè? Dan speelde Feyenoord op de zaterdagavond. Maar ik snap wel dat Van Hanegem zegt van... doe maar allemaal een beetje rustig aan. Want zo hard... was het ordinair, Johan, hè, vanavond. Wilfred. Dat is de laatste keer geweest, Hans. Tot ziens. Hij was ordinair, hè? Ja, erg. Genee. Hou me het. Ik heb het idee dat het zo'n beetje voorbij is nu vandaag, dames en heren. Of heb je nog wel iets te melden over iets anders? Ja. Bijvoorbeeld PSV en Ajax. Want ik bedoel, die Dolberg raakt al geen weken meer een pepernoot. Hè. Die raakt helemaal... Dat zijn maar nog. Ja, niemand wordt er nerveus van bij Ajax. Dat is heel gek. Je vraagt dat dan, maar vorige week bijvoorbeeld thuis tegen ADO Den Haag, dan was hij gewoon weer goed. En mensen zeggen van, als hij niet scoort, dan heb je toch nog wat aan hem. Dus dat is een goede voetballer. Net als Brad Jones. Nee, maar goed, ik heb het nooit beschreven. Was jij ook een goede keeper? Overal, ja. Los, Wilfred! Ja, dat was ik inderdaad, ja. En dan plukt hij gewoon die bal uit. Uit de lucht. Wanneer ben je weer eigenlijk in deze uitzending? Ik heb gehoord dat jij achter de schermen een beetje iets probeert om mij een beetje weg te moffelen. Is zoals dat je, zo, ja? Zoals je oude kraai een keer weggemoffeld hebt. Dus, die ging zelf weg. Die wilde zelf weg. Oh, oké. Okay. Nee, want ik heb hem nog geprobeerd erbij te houden zelfs. Dat verhaal ken je toch wel? Nou, het is wel heel apart. Ja? Ik ben eergisteren nog bij oude kraai geweest. Ja? Die gaat natuurlijk wat minder met alle verdriet van de moeder. Maar die gaat jou steeds beter vinden. Maar sta ik nou letterlijk... Jij weet hoe het gegaan is ooit, toch? Ik begin een beetje zorgen om hem te maken. Nee, maar je weet hoe het letterlijk gegaan. Ik heb echt mijn best nog gedaan om hem bij te houden. Dat weet je toch wel met die middelvinger, dat verhaal keer toch wel. Ja, nee, dat heeft hij met heel trots verteld. Hij zegt, die Wilfred Genee heb ik een keer een middelvinger gegeven. Ja. Dat heeft hij zijn hele leven nooit gedaan, die beschaafde kraai. Dus daar waren we met z'n allen bij de familie Kruij best wel trots op. Ja. Een middelvinger. Nou, en toen heeft hij met de directie gebeld. Jaap Hofman heeft gezegd, Genee eruit of ik eruit. Toen zei de directie, nou, dan zijn we er snel uit, Hans, dan lig je eruit. Toen heb ik de directie weer gebeld, zei, laten we nou een keer gaan zitten. Toen zijn we 4 dagen later gaan zitten. Met Reinder Elsinga, met Jaap Hofman en ik, zei de gekke, je vader zat erbij. Toen heb ik tegen je vader gezegd, Hans... Blijf nou gewoon. Het maakt niet uit dat je mij een lul vindt, maar we kunnen wel die uitzendingen... Nou, hij vond je geen lul, hij vond je een ongelooflijk... Nee, dat ga ik nu uitleggen. Dat is even de anekdote. Zal ik die via ook eens een keer even fysieken? Nee, maar dan komt hij. Hij zegt, nee, ik vind je geen lul, zegt. Ik zeg, nou Hans, we zijn er wel over eens dat jij mij een lul vindt. Maar dat is helemaal niet erg, want dan kunnen we wel samen een goede uitzending maken. Dat maakt echt niet uit. Hij zegt, ik vind je geen lul, zei hij. Ik zei, nee Hans, laten we nou eerlijk zijn. Je vindt me echt wel een lul. Daar kan je niet omheen. Het is niet erg. We gaan gewoon samen door. Hij zegt, ik vind je geen lul. Ik vind een enorme lul, zei hij toen. Ja, maar dat weet ik. Zo ken ik hem weer. Maar dat is niet erg. Ja. Want ik bedoel, je hoeft elkaar niet aardig te vinden om een topshow te maken. Om een topshow te maken. Maar toen is hij toch opgestapt. Ja. Ik had echt gehoopt dat hij zou blijven. Ja. Dat meen ik serieus. Ja.
Dat is nou waarheid. Nou, hou je toch misschien af en toe nog een klein beetje van de familie krijgen. Ja, nou, tot zover deze uitzending. Ja, de route. Van de wandelgangen. De wandelgangen. Dat was ongelooflijk dit. Ongelooflijk. Huis, ja. Ja, ik ga naar huis. Ja, nou, doe hem de hartelijke groeten. Die vader van je. Het is serieus waar dit hoor. Ja, hij begint ook steeds enthousiast over jou. Nou, dat is wel leuk. We kennen allemaal...